Okay, guys, welcome to Attila's talk. He's going to talk about Cumulus OS, and he will take you on a trip. So I hope you enjoy his talk. So give it up for Attila. Ik werk dus voor Cumulus. Ik ben de SE. Af en toe geven we ook presentaties voor communities en dergelijke. Veel van onze software is open source en dan ben je toch wel afhankelijk van communities, et cetera. En een tijdje geleden heb ik een leuke demo gemaakt. Natuurlijk deed hij het gisteren niet, dus die moest ik fixen en heb ik de presentatie net in orde gemaakt. Maar wie kent het bedrijf Cumulus überhaupt en wat we doen? Oké. Niet iedereen, dus ik geef een beetje een uitleg wat Cumulus nu is en wat we daadwerkelijk doen. Als je naar netwerk hardware kijkt, dat is eigenlijk heel standaard. Het is allemaal commodity hardware. Er zijn maar 6 fabrikanten in de wereld die überhaupt netwerk hardware maken. En dat is allemaal met standaard reference designs. Dus het maakt niet uit of je nu Cisco Extreme hardware koopt. Het komt uiteindelijk uit een van dezelfde fabrieken. Als whitebox hardware. En whitebox hardware is gewoon een x86 CPU vaak. Er zijn nog wat ARM CPU's voor de lagere snelheden. En eigenlijk zitten allemaal een standaard ASIC in van of Broadcom. En dat begint op 1 gig tot aan 100 gig. Daarnaast heeft Cumulus ook ondersteuning voor de Spectrum chipset van Mellanox. En er zijn nog een aantal nieuwe ASICs. Daar is op dit moment geen ondersteuning voor, maar wellicht in de toekomst. Maar als je dan gaat kijken naar whitebox hardware, dan zijn dat vaak dochterondernemingen van die fabrikanten zelf. Je hebt de Ecton groep, die zegt je waarschijnlijk helemaal niks, maar die hebben een dochteronderneming die heet EdgeCore. En wat die dus doen, die maken access points, eigenlijk allerlei soorten netwerkapparatuur en dus ook switches. Ik heb begrepen dat zij ook de Meraki access points van Cisco maken. Maar goed, dan praat je dus over een fabrikant die ongeveer 100.000 switches per jaar produceert. Over dat soort aantallen. Al die switches die je net eigenlijk ziet, dat zijn standaard 1U switches. En ik ga niet echt in op netwerkdesign dit keer, maar dat kan gelimiteerd zijn als je een heel groot netwerk wil groeien of wil bouwen. Daarom heeft Facebook vorig jaar hun reference design geopend. En dat hebben ze gedoneerd aan het Open Compute Project. En dat is een chassis systeem. Maar dat is anders dan de reguliere netwerkchassis die al bestaan. Eigenlijk zijn dit gewoon meerdere switches in één doos. Je kan hem ook helemaal uit elkaar halen. Dat hebben we in het lab gedaan, vandaar die foto's. Maar wat je hier ziet op een van de linecards is dat er 2 ASICs zitten. En die hebben dus poorten naar de voorkant en naar de achterkant. En je ziet het niet helemaal goed op de foto, maar aan de onderkant zie je 12 management blades. Dus elke switch moet je dan ook apart beheren. Dus een van de dingen die centraal staat is van hoe ga je dat dan automatiseren? Want je wil niet elke switch apart gaan inloggen en alles apart gaan configureren. Daarnaast hebben we recent ook ondersteuning voor de Facebook Voyager. Als je kijkt naar optische netwerken, dan wordt het eigenlijk gedomineerd door een aantal fabrikanten. En wat ze hier hebben gedaan, ze hebben hier een switch met 12 keer 100 gig voor binnen je netwerk. En nog 8 keer 200 gig coherent WDM. Dus dan kan je tot een afstand van 180 kilometer kan je ook je WDM-netwerk bouwen. Het voordeel daarvan is dat je meerdere OS'en kan draaien. In dit geval alleen die van ons, maar hopelijk in de toekomst ook andere. En dan heb je geen vendor lock-in wat betreft de software en de hardware voor je optische deel van je netwerk. En het belangrijkste voor ons is natuurlijk de software. Cumulus Linux is een fork van Debian Jesse. Volgende versie zal van Debian Stretch zijn. Als je vooral naar datacenters kijkt waar Cumulus zich in specialiseert, eigenlijk is het meeste Linux. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt, maar over het algemeen is dat gewoon hoe het is gebouwd.
En wat nu anders is aan Cumulus vergeleken met klassieke netwerk-OS'en, bijvoorbeeld NXOS of Arista, is het feit dat wij daadwerkelijk gebruik maken van de netwerkfunctionaliteiten in de Linux-kernel. Dus een Linux-kernel die kan al IP-forwarding doen, die kan al VXLAN-tunnels bouwen, VLANs, etc. En daarbovenop hebben wij een switching daemon, die met de SDK van de vendor programmeert de hardware, dus de ASIC die in de hardware zit. En dan heb je gewoon wire speed om je netwerk te bouwen. Maar het handige daarin is dat je eigenlijk allerlei applicaties kan gebruiken om die informatie in je kernel te krijgen. En wat wij doen, wij maken gebruik van bijvoorbeeld free range routing. Dat is een fork van Quagga. Om BGP, OSPF, al je routing protocollen in hardware te programmeren uiteindelijk. Maar daarnaast die automation. Omdat het gewoon een standaard Linux systeem is, kan je dus ook alle automation tools gebruiken. Nou, op dit moment is Ansible heel populair. Maar misschien ben je het er niet mee eens. Dan kan je ook een andere tool gebruiken. Maar het belangrijkste is dat je niet afhankelijk bent van een Cumulus of een andere vendor als die een Linux OS zou hebben. En dat je gewoon je eigen tools kan kiezen. Wij maken wel een module, maar als je zonder een module je systeem wil beheren, prima. Dat gaat ook allemaal mooi. Maar een van de dingen is, de afgelopen 2 jaar heb ik veel van de Cumulus klanten van Puppet naar Ansible zien gaan. En dat ging redelijk rap. Maar dat komt omdat ze dus niet afhankelijk zijn van modules van ons. Maar daarnaast zien we dat ook SaltStack heel populair wordt. Dus ja, het voordeel is dat je daar niet afhankelijk van bent. Nou, ik heb dus een mooie demo gemaakt en, over CI/CD in je netwerk. En daar wil ik even het een en ander over gaan vertellen. Want het voordeel is dus dat je meer kan dan alleen maar gewoon je netwerk handmatig beheren. Dus niet iedereen kende Cumulus, maar eens even vragen, wie heeft er voor het laatst een netwerk change gemaakt in zijn netwerk? Ja, heb je er echt mee? Oké. Okay. Als ik normaal presentaties geef, is dat meer voor een netwerkpubliek. Maar dan is het ongeveer 90% die recent wel iets gedaan heeft. Een volgende vraag zou dan zijn van wie had er totaal geen issues tijdens die netwerk change? Toevallig net de 2 die het wel hebben gedaan. Maar over het algemeen zie je dan de handen die daarvoor omhoog waren. Dan zie je eigenlijk de meeste die doen hem weer naar beneden. Want er is wel een of andere issue tijdens je change die je daarna moet fixen. En dat gebeurt vaak om 3 uur 's nachts. Wat kan je nu daadwerkelijk doen met CI/CD? Heel veel mensen kennen het concept vanuit application development. Maar als je het niet kent, wat je eigenlijk doet is alle changes die je gaat maken, die test je voordat je ze in productie gooit. Daarnaast zou je ook nog continuous development kunnen doen, waarbij je die changes, nadat ze automatisch getest zijn, dat je ze ook gelijk naar productie pusht. Dat laatste, dat is misschien niet voor iedereen geschikt en niet voor een netwerk, want dan moet je wel heel veel vertrouwen hebben in al je tools en al je checks voordat je het elke 2 uur, elke 4 uur automatisch naar productie pusht. Maar als je kijkt naar continuous integration, dan is eigenlijk de vraag van waarom ben je dat nou niet aan het doen? Een van de redenen is dat je allemaal verschillende OS'en hebt waar je een lock-in hebt met je software. Dus die automatische tests, die kunnen vaak niet eens. En dan is de vraag, hoe ga je dat testen? Op wat voor een platform? Natuurlijk kan je Cisco bellen en zeggen van, joh, ik heb hier 50 switches, ik wil er 50 meer. En dan kan ik alles gaan testen. En ik denk dat je salespersoon met wie je belt, die zal heel blij zijn met je. Maar dat werkt natuurlijk niet op die manier. En dat is eigenlijk wat wij wel kunnen oplossen. Maar wat kan je nu doen met CI en networking? Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden. Linting, dus basis syntax checking. Als je application development doet, is dat heel nuttig. Maar voor network automation niet zo echt. Want als je kijkt naar Ansible, natuurlijk kan je syntax checking doen op je YAML. Dat is het dan ook een beetje. Maar unit testing en system testing en vooral de combinatie ervan, dat kan heel erg nuttig zijn voor network development.
Nou, als je dan kijkt naar die linting tests, ja, zoals ik zei, echt nuttig is het niet. Maar je kan wel, als je automation gaat doen voor je networking, kan je zorgen dat je met een hele groep van personen, dat je eenzelfde codingstijl hebt. En daarnaast, hele domme errors, die kan je wat sneller vinden. En ja, dat gebeurt nog wel eens. Nou ja, daarna de unit en system test. Nou ja, losse unit tests, ja, niet echt nuttig. Want als je een BGP-sessie opzet en je programmeert dat, prima, maar dan is hij up. En eigenlijk heb je daar niet zoveel aan. Want wat je eigenlijk wil weten is van, ik heb mijn BGP-sessie opgezet, maar leer ik routes? Is mijn end-to-end traffic, werkt dat? En werkt mijn applicatie? Want wat je vaak ziet na Network Change, doe je een ping van A naar B, ja, geweldig, het werkt. Maar die applicatie die erop zit, misschien is er iets mis in de load balancing. Je wil eigenlijk je complete applicatie, na je Network Change wil je ook nog testen. Nou ja, hoe doe je dat? Daarvoor maak je gebruik van een aantal, of kan je gebruik maken van een aantal build tools. Voor mijn demo heb ik gebruik gemaakt van GitLab. Omdat ja, de learning curve is niet zo hoog als met Jenkins. De andere twee ken ik zelf niet, heb ik niet mee gewerkt. Maar dat zijn de mogelijkheden hoe je dat zou kunnen doen. Nou. Een van de dingen waar je dan rekening mee moet houden is een build tool. En daarna moet je je automatische tests gaan doen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, want wij maken ook software hoe je dat kan testen. Maar wil ik even vertellen hoe dat in elkaar zit en wat we daarmee doen. We hebben een apart softwarepakket uitgebracht, Cumulus NetQ. En wat we met NetQ doen is eigenlijk de monitoring troubleshooting van al je systemen. En wat we eigenlijk hebben gedaan is we hebben een agent gebouwd. En die agent installeer je op alle switches. Dat is allemaal in Python. En het werkt hetzelfde als de hardware programmering. Dus die NetQ agent die kijkt naar alle netlink messages. En daarnaast ook naar de routing information van free range routing. En alle data die daaruit kan halen, wordt naar een centrale Redis database gezet. En het voordeel wat je daarmee hebt, is dat alles sequentieel toegevoegd wordt aan die database. En dat je op elk moment in tijd kan je ook kijken hoe zag mijn netwerk eruit. Want het lastige is als je operationeel met een netwerk bezig bent, dan staat er iemand naast je bureau van ja, het is, er is iets stuk. Maar nu werkt het wel. En dat was een uur geleden. Kan je dat even uitvinden hoe, wat er was? Ja, misschien is er een syslog message en misschien kan je uitvinden waardoor het was. Maar als je de state kan zien van een uur geleden op het moment dat het probleem gebeurde, dan is het veel makkelijker om te troubleshooten. Nou ja, hoe werkt dat dan uiteindelijk? Die agent kan je draaien op alle switches. We hebben ook agent voor servers, maar goed, dat zal ik nu even niet op ingaan. Maar die sturen al hun data naar een telemetry server, naar een Redis database. Daarnaast ook nog een influx database voor interface statistics, want Redis is niet echt gemaakt voor dat soort statistics. Maar daarbovenop hebben we een analysis engine. En met die analysis engine correleren we data. Dus op het moment dat er een BGP-sessie down is op een switch en er is ook een port down, dan kan je die data correleren aan elkaar. Ook een heel pad over je netwerk waar je bij je load balancing doet, dat kan je vanuit een endperspectief niet echt bekijken. Maar omdat je al die data hebt, je hebt al je paden, kan je wel aantonen van oké, hoe is het pad nu tussen twee hosts over je netwerk? Of wat zijn al de mogelijke paden? Nou ja, we hebben nu alleen een CLI. Veel mensen vinden dat prima. Management helaas niet. Dus we gaan een mooie GUI bouwen en alles erop en eraan. Ja, management wil graag allemaal groene dingen zien op een groot scherm in een NOC. nou ja, maar daarnaast ook de combinatie met een Ansible en hoe je issues kan voorkomen. Want we hebben gewoon standaard checks en als je die check doet, dan krijg je een exit code als er iets mis is. Dus dat gebruik ik in combinatie met CI en waar je dus je changes die je hebt gedaan, kan je een check doen.
Nou, hoe werkt dat dan? Uiteindelijk heb ik mijn infrastructure as code. Ik heb mijn Ansible code. En ik doe een git push naar, naar GitLab in dit geval. Daarnaast heb ik dus mijn build tool, in dit geval GitLab, die draait in mijn virtuele omgeving. Daar zal ik zo nog iets over vertellen, want je wil niet een, je hele hardware aanschaffen om tests te gaan doen. Nou, die agent die draait in die virtuele omgeving en die kijkt af en toe voor of er een nieuwe Git versie is. En die zal dan de changes downloaden en een deploy gaan doen van de code. En mits alles goed is, of nou ja, sowieso de test results worden teruggestuurd. En als alles goed is, kan je dat dan ook naar productie pushen. Dat kan je dan ook automatisch doen in elke 4 uur als je dat wil. Maar dan moet je heel veel vertrouwen hebben in je automatische tests. Nou, je begint met het bouwen van een pipeline in GitLab. En een pipeline is niets anders dan een volgorde van wat wil je nu gaan doen en wat wil je daadwerkelijk gaan testen. Nou, wat je hier ziet, ik heb 2 stages aangemaakt. Staging en production. En hij zal beginnen met, eerst met staging. En wat je daar ziet is dat hij een deploy doet van mijn Ansible playbook die ik dan geüpdate heb. En daarna doet hij een standaard check. Je zal straks zien in de demo, hopelijk als alles goed gaat, dat ik nog wat meer checks heb toegevoegd. Maar dat is dan hoe je die automatische checks kan doen. En daarna doet hij een deploy in de productieomgeving. Maar wat je hier ziet is dat dat alleen manual is. Dus je zou dat dan ook kunnen automatiseren of periodiek als je dat daadwerkelijk wil. Nou, een van de dingen, omdat het een standaard Linux-omgeving is, hebben wij ook een VM. Die kun je gewoon gratis downloaden. Een van de dingen die je kan doen is, je kan kijken naar hoe het OS daadwerkelijk werkt. Maar wij zelf en klanten gebruiken het veel om een topologie te bouwen en testen te doen. Waar je voorheen met een proof of concept moet je 6-8 switches naar een klant sturen en alles gaan opzetten. Maar dat doe ik eigenlijk vaak compleet virtueel. En een van de opties is, we hebben een referentietopologie. Dat is gewoon een standaard spine-leaf topologie. En daar kan je heel veel in doen en veel testen. Maar we hebben ook een topology generator. En daarmee kan je eigenlijk aan de hand van een topology file kan je een hele infrastructuur genereren. Kijk niet te veel naar de code, want er zit nog iets van mij in. Maar nou ja, goed, dat kunnen we dus doen. Nou, dat wil ik even gaan laten zien. Hopen dat dat allemaal werkt zoals gepland. Nou, ik heb hier in GitLab, ik heb een staging omgeving en een productie omgeving. En daar draaien 2 runners in. Dat zijn de agents die in die omgeving draaien. En je ziet dat de een een staging en de ander een productie tag heeft. Waardoor in eerste instantie wordt alleen iets uitgevoerd op de staging omgeving. Nou, ik heb gewoon een hele kleine Git repository met wat Ansible code. En mijn standaard configuratie. Nou ja, wat ik nu heb is puur en alleen wat, wat standaard configuratiefiles waar ik een copy voor doe. Ik heb hier dus in de root heb ik mijn GitLab CI staan, mijn pipeline. Dus wat ik net al liet zien in de presentatie, maar paste niet op het scherm. Maar je ziet dat ik hier gewoon meerdere checks heb na het uitvoeren van mijn playbook. En die checks gebeurt dan met die NetQ agent.
Maar hij kijkt of alle BGP-sessies goed zijn, of mijn MTU-values goed zijn, EVPN-settings en dergelijke, na deploy van een test. Hier kan je natuurlijk ook applicatietests aan toevoegen. Een van de dingen die met NetQ mogelijk is integratie met je containerplatform met Docker. Maar dat kan je ook zelf schrijven. Maar het punt is dat je het niet gelijk naar productie deployt, maar dat je die tests eerst doet. Als ik nu even hier een kleine wijziging in maak, doe ik wel even in die GitLab CI. Nou, nadat ik die push heb gedaan, dan zal je zien dat die in GitLab komt en dat er een nieuwe pipeline beschikbaar is. En dan zal hij gelijk die tests gaan doen. En je ziet dat hij nu aan de rij is. Nee, je kan dat ook live bekijken, hoe dat eruit ziet. Nou, en wat je ziet is dat hij hier gewoon dat Ansible Playbook gaat deployen. Hij gaat eerst wat servers configureren. Een van de dingen is dat hij een ping crunch op start, zodat de Mac Learning start op je in je netwerk. En NetQ wordt zelf geïnstalleerd. Dus eigenlijk begin ik met een compleet lege infrastructuur of een virtuele infrastructuur, waar ik dan alles deploy wat ik ook in productie heb. In dit geval heb ik dus die Spineleaf topologie met wat servers. En die servers, daar wordt niks speciaals op geïnstalleerd. Maar je zou daar ook een Docker omgeving of OpenStack op kunnen configureren. Zodat je je productieomgeving ook kan simuleren en meer checks kan toevoegen. Je ziet hier dat alle Spineleaf switches ook worden geconfigureerd. Free range routing wordt geenabled. En uiteindelijk, volgens mij duurt het een minuut of twee, dan worden ook de checks uitgevoerd. Maar laat ik dan even iets kleins doen. Wie heeft er ooit een MTU-mismatch in het netwerk gehad? Of van... niet iedereen doet network engineering, maar hoe lang duurde het om het op te lossen? En dat komt omdat je er gewoon lang naar moet zoeken waar die ene interface zit die toevallig die andere MTU heeft. Laat ik er even eentje veranderen dan. Omdat ik nu die MTU-change heb gedaan, zal die pushen naar de Redis database. En met die analysis engine weet hij welke twee poorten aan elkaar zitten en of er dan ook een mismatch is tussen de twee. Dus als ik een trace doe, zonder JSON, alle commands hebben ook JSON output. Ik doe hier een trace van een bepaalde node naar een MAC-adres. Je kan het blauw helaas niet lezen, maar je ziet hopelijk in het rood dat er een MTU-mismatch is tussen de twee interfaces. En als ik dan check-commando's doe, die ik ook gebruik in mijn CI, dan zie je dat er één failure is tussen welke twee interfaces. Het helpt met heel snel troubleshooten van waar zitten nu die verschillen tussen in je configuratie en wat kan een issue veroorzaken. Nou, laat ik even teruggaan. Maar als ik dan nu even ga kijken naar... cool. Je ziet, checks failen ook.
Nou, ik heb dus twee VTAPs die in mijn EVPN configuratie. Ik weet niet waarom, dus daar moet ik nu even omheen praten. Maar hoe heet het nu? Zie je dat die test dat die niet compleet is. En hoe heet het? Daardoor zal je hem niet naar productie kunnen pushen. Maar als ik dan even kijk naar mijn vorige jobs die ik heb. Want ik heb deze demo toevallig gisteren ook gegeven. Hier zie je er eentje die passed is. En dan zie je dat hij netjes alle checks heeft gedaan. En dat ze allemaal goed zijn. En dan heb je de mogelijkheid om hem daadwerkelijk ook naar productie verder te pushen. Dus dat kan ik dan hier zien bij mijn pipeline. Kijk, op dit moment zie je dat hij failed is. Ik zou hem natuurlijk naar productie kunnen pushen, maar dat wil je dan niet. Maar dan eerder hier bij een past, dan zie je dat hij, hoe heet het, dat je makkelijk gewoon hier naar productie kan pushen en dat hij diezelfde Ansible playbook, dat hij die ook gewoon naar productie pusht. En ja, dan hopelijk heb je geen problemen. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de presentatie die ik wilde geven. Ja, ik dacht dat Dimitri die heeft een uur ingevuld, maar ik heb, ja, ik wil het niet heel commercieel gaan maken en dergelijke. En natuurlijk kan ik een commercieel praatje gaan houden, maar ik wilde liever een demo gaan geven en hoe dat er allemaal uitziet. Ik hoop dat mensen honger hebben en dat die willen gaan lunchen. En dan, dan zal ik jullie daar niet van weerhouden. Maar als er vragen zijn, ja, stel ze gerust. En dan, ja, dankjewel. Oh. Oh. Ja, tot ook één korte vraag. Hoe ga je nou om met als mensen zeggen, we willen nu een change hebben? Ja, in principe kan je dat direct na de checks kan je dat naar productie pushen als je dat wil. Ja. Oké, maar dan heb je wel gewoon al die testen gedaan en weet je dus zeker dat wat je hebt voorbereid goed gaat. Precies. Oké. Oké, nou dankjewel.